Willem Bart, je bent nog niet eens klaar met de vorige single Brandende Harten. En daar is de nieuwe alweer. Dat klopt. Het zit namelijk zo. Ik deed een single release party met Brandende Harten. En ik kreeg een WhatsApp van Jeroen van der Heijden. Met een voice bericht, zeg maar, erin. En met een tekstronde. Dit kan alleen gezongen worden door één iemand en dat ben jij. Dus ik was heel nieuwsgierig. Ik zeg, ik kan nu niet luisteren, ik ben nu aan het werk. Maar als ik vanavond terugrij naar huis, ga ik even luisteren. En ik hoorde dat liedje, daar ga je dan. En eigenlijk met 20 seconden was ik helemaal verkocht. Het is eigenlijk, hij had wel een beetje gelijk, een echt Willem Bart liedje. Het is een liedje wat ik eigenlijk in het verleden al veel gedaan heb. Een levensliedje, een stuk gelopen relaties. En dat doe ik ontzettend, ik vind dat hele mooie nummers. Ja, ik wilde dat zo snel mogelijk opnemen eigenlijk. En ja, we hebben dat liedje opgenomen. We hebben er een hele mooie clip van gemaakt. En dat is gaan draaien op YouTube. Wordt ontzettend veel bekeken. En nu moeten we er eigenlijk mee gaan beginnen. Dus ik krijg wel hele leuke reacties van het publiek. En ja, het is weer even terug naar de liedjes die ik in het verleden maakte. Het kan soms raar lopen, hè, in de muziekwereld. Ja, heel raar, ja. Ik had nooit verwacht dat Jeroen voor mij een liedje zou schrijven. En ja, wat ik zei, met 20 seconden was ik verkocht. Dit liedje moet ik doen, dat wil ik opnemen. En ben je erachter gekomen waarom Jeroen dacht, dat is typisch iets voor Willem? Nou, ik heb Jeroen eigenlijk alleen nog maar gesproken via telefoon en via WhatsApp eigenlijk. En ja, nog niet echt erover gewijd. Ik vind het wel helemaal te gek en het liedje is goed gelukt. Dus wie weet in de toekomst misschien... Misschien nog meer liedjes van Jeroen van der Heijden. Kan maar zo. Het is behoorlijk onvoorspelbaar af en toe, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ook het leuke is van dit vak. Ja, kijk. Het kan, wat je zegt, het kan inderdaad heel raar lopen. Waar ben je verder mee bezig op dit moment? Bezig voor een best-of. 15 jaar ben ik nu bezig. En we willen toch de liedjes die ik in die 15 jaar gedaan heb, de beste liedjes daarvan, op één album zetten. Ja, en voor de rest eigenlijk gewoon lekker werken en bezig zijn. En dan ben ik in mijn sas. Dus ja, ik ben zeer tevreden.